Door de extreme regenval zijn veel gebieden onder water gelopen. Milieuinspectie drukt de samenleving op het hart om voorzichtig te zijn met gecontamineerd water tijdens wateroverlast. Stephanie Sheukalam, hoofd van Milieuinspectie, wijst op het belang om laarzen aan te trekken in het water. Indien je toch in aanraking komt met vuil water, is het noodzakelijk om de voeten goed te wassen met desinfecterende zeepmiddelen. Ook moeten huizen die water binnen hebben gekregen goed gereinigd worden. Vooral mensen met wonden en sneeën moeten extra voorzichtig zijn. Het malaria-programma van het ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren op Wereld Malariadag 2023 haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Dit is een bijzonder verslag omdat in 2022 voor het eerst geen nationale malaria-cases werden gediagnosticeerd. Dat wil zeggen dat de malaria-transmissie in Suriname succesvol is onderbroken. Een geweldige mijlpaal. Inmiddels is Suriname 20 maanden malariavrij. Sinds september 2021 worden er alleen importmalaria-cases vastgesteld en behandeld. Dit zijn met name mobiele migranten die actief zijn in de goudsector. In Kommerwijnen hebben 12 enthousiaste cursisten de training Advanced Textiele Werkvormen van SAO met succes afgerond. Ze mochten op donderdag 20 april 2023 hun certificaat in ontvangst nemen. Met de opgedane kennis en vaardigheden kunnen de geslaagden aan de slag als getrainde krachten die in staat zijn kwalitatief hoogstaande kledingstukken te vervaardigen. Deze training is net als de basistraining bekostigd uit middelen van het project Gemeenschapsprojecten van het Ministerie van Financiën en Planning.